Groningen heeft er een rechtse politieke partij bij. Matthijs Jansen, die eerder werkte bij de LPF van Pim Fortuyn en later bij de PVV van Geert Wilders, heeft de partij Vrij Groningen opgericht. Hij wil op 3 maart 2010 worden gekozen in de gemeenteraad. Matthijs Jansen is 30 jaar, woont in Groningen, Pepergasthuis, studeert internationale betrekkingen en is economiedocent en tevens vrijwilliger bij de Zonnebloem. Jansen herkent zich in geen enkele partij in de raad en richt daarom de PVG op. De partij is, anders dan de bijna gelijknamige PVV van Geert Wilders, een vereniging met leden die mee kunnen stemmen en praten. Hij wil het politieke klimaat veranderen. Wij vinden dat daar veel aan kan worden verbeterd. Om een voorbeeld te geven, de Grote Markt is keel betonnen gebeuren. Daar kan veel meer groen komen, daar kan veel meer aandacht voor gezellige festiviteiten. En daar staan we vooral met de traditionele inslag. Net als de PVV heeft de partij moeite met buitenlanders. Een boerkaverbod op de Grote Markt is niet ondenkbaar. Absoluut. Maar dat zien wij als niet meedraaien. De concentratie van buitenlanders in bepaalde wijken wil ze oplossen door de allochtonen op vrijwillige basis te verplaatsen. Wat blijkt is dat een hoge concentratie van allochtonen in een bepaalde wijk leidt tot criminaliteit. Hoe je het wendt of keert, dat is de praktijk. Dus als een van de oplossingen zou kunnen zijn om mensen daar weg te halen en ergens anders te plaatsen op vrijwillige basis. De partij wil een gezellige Grote Markt en is tegen de bouw van het Groninger Forum. Ja, dat forum zou gezellig kunnen zijn. Vinden wij dat niet, aangezien het een soort volkspalast wordt zoals we dat in Berlijn kennen, wat nu tevens wordt afgebroken. Wat eigenlijk meer een soort linksbolwerk van elitaire samenkomsten is. Dat is niet iets waar wij voor staan. De partij is tegen de aanleg van de regiotram. Het is een kostbaar project. Heel veel middenstanders komen daardoor in de problemen. En wat ze ook zeggen, wij zijn van mening dat de tram er niet moet komen, in geen geval. Maar de partij is voor het herstel van de Noordwand van de Grote Markt. Absoluut. De PVV staat voor een renovatie van de Noordwand in vooroorlogse stijl. Wat de gezelligheid van de stad ten goede komt en tradities weer doet herleven. Dus daar zijn wij een groot voorstander van. 7 december wordt er beslist of de partij mee mag doen. Maar dat is een formaliteit. Kijk ook eens op groningerkiest.nl.